We hebben namelijk gokkasten in de gokhal. Ja. En altijd als ik in een gokhal binnenloop of een casino, vraag ik altijd aan een van de medewerkers van, ja, wat haalt die machine nou voor rendement? Mm-hmm. En eigenlijk weet niemand dat. Mm-hmm. En, want je hebt namelijk een wettelijk maximum. Maximum uurverlies. Exact, ja. Mm-hmm. En wat is dat maximum uurverlies? Ja, voor in een gokhal 40 ja. euro. Oké, okay, dus een speler kan 40 euro maximaal verliezen op termijn per kast, mm-hmm. toch? Nu is het zo dat het wettelijk, dat is een wettelijk maximum, maar het is niet de praktijk. De praktijk is namelijk een ander bedrag. En dat bedrag, dat wil ik graag horen. En als je dat bedrag goed hebt, per uur verlies, dan, en je mag het ook nog onderbouwen of onderbouwen dat later, daar in een remake zeg maar, hoe noem je dat, in de ondertiteling. Dan heb je het prijsje. En waar kunnen ze dan hun antwoord opsturen? Gewoon naar rolf@ikbenkoa.nl of naar info@ikbenkoa.nl. Nou, allebei zijn goed. Of natuurlijk de Facebookpagina's of de Twitterpagina. Die prijsvraag die komt op de Facebookpagina te staan. Dus zet je antwoord eronder en is prima degene die het dichtst erbij komt of de eerste. Of eigenlijk die we het leukste vinden, die geeft de prijs. Of de mooiste. Zoiets. Ja, ja. Zo gaat het toch. En ik kan één tip geven. Nog één keer dus de vraag, want ik snap hem zelf niet zo heel goed. Nee, dat begrijp ik. Nee. Want ik weet er ook echt helemaal niks van. Nee. Ik vertrouw helemaal op jouw expertise voor in het antwoord dat ook klopt. Dat je daar gelijk neemt. Maar wat is nogmaals de vraag? Nou, de vraag is, ik kan het uitleggen met een voorbeeld. Bijvoorbeeld een gokkast is mag wettelijk gezien, moet die minimaal uitbetalen? Ja. Dat is 60%. Ja. En hebben we het over speel. Maar een automaat betaalt altijd meer uit dan 60%. Ja. Dat heeft te maken omdat de fabrikant, zeg maar niet, net zoals met auto's die 120 mogen, dan rijden ze eigenlijk 118. Omdat ze als die boete rijden, dan willen ze niet dat ze daar aansprakelijk voor gesteld worden. Dat geldt ook met deze vraag. Dus het wettelijk maximum is 40 euro per uur verliezen. Maar eigenlijk is dat een lager bedrag. En ik wil graag weten van jullie, wat is dat bedrag per uur wat je maximaal kan verliezen? En het is een lager bedrag dan 40 euro. Exact, ja. Armijn, wat kunnen de mensen winnen? Mensen die deze prijsvraag goed gaan hebben, ja. of eentje. Ja. Ik denk niet dat die geraden wordt, maar mocht er een iemand kan ook geluk hebben. Zeker. Dan krijgt hij dat geweldige mooie boek. En dit is een boek, heet Under the Nine... Wat is het? Nine in the Sky. Het is dyslexie, ik weet het, ja. En dat gaat over een portier, die heeft 9 jaar gewerkt bij de MGM. Ja. En die heeft zoveel ervaring en zoveel verhalen. En dan heeft hij zeg maar zijn diaries heeft hij hier ingeschreven. Oké, dan even voor de camera. Het is wel een Engels boek, dus voor de mensen die het leest wat Engels. En we zijn natuurlijk van One Time. En Zeker. We willen natuurlijk ook voor die One Timer gaan. Ja. Kijk eens, en een geweldig mooi krasslot. Prachtig. En dit is een heel mooi krasslot, want dit, zeg maar, je hebt gewoon hier 25 kansen. Je kan gewoon elke dag een keertje krassen. En heel veel prijsjes winnen. Hoofdprijs al 100.000 euro netto. Krijg je er zomaar bij. Dus wie weet. Oké, dus de onafhankelijke jury zegt in deze, degene die het juiste antwoord heeft of het dichtst bij in de buurt komt, die wint dit boek. En degene waarvan wij denken, die snapt er helemaal niks van, maar die heeft het leukste antwoord gegeven, die krijgt deze. Akkoord? Hartstikke mooi.